Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag ik ben bij Minecraft Let's Play. Dit is episode 53. Tenminste. Er boeit me niks, in ieder geval. Die is slime. En ik heb looting 3. Zit het goed gaan? Nope. Nee, shit. Dat is mijn fout. Oké, dit is een lekker voor XP. En... Oh yeah. Oh, 30 slime balls. Dat zijn echt veel. Maar dit is ook bijna een normale slime farm eigenlijk. Bij de... strip mine. En ik heb een nieuw techniekje. Ik heb mijn Minecraft niet meer op full screen. Oftewel op F11 modus. Op niet op full screen. En dan zie je wel allemaal... In mijn recording programma kan je... niet specifiek zeggen zo van... Ik wil dat programma opnemen. Maar neemt hele beeld op. Dat is wel jammer. Alleen... nu ga ik het, kan ik gewoon beter, oh, omdat het F11 mode is, moet ik de hele tijd het beeld minimaliseren. Wow. Ik heb allereerst gerepareerd. Ik heb wat enchant. Oh ja, tools gerepareerd. Best veel XP gekost. En dus dan doe ik er een pauze. En alleen dat moet dus uit-editen. Elke keer zie je elke keer dit doen. Veel screen uit. En dan zie je ook mijn bureaublad en zo. Dus nu heb ik hem niet. Nu ga ik het gewoon een filmpje in één keer bijsnijden. Dat alleen dit, dat je dit ziet. En nu kan ik gewoon pauzeren door middel van. Te doen. Gewoon één knopje. Ja, jullie merken niks, maar daar stond wel een paar seconden tussen. Maar ja, ik ben even op naar verder gegaan met dit. Ik ben een beetje bezig geweest met het maken van verschillende dingen. En mijn hoppers zijn weg. Dat is vaag. Opeens zijn mijn hoppers weg. Nee, dat is geen... Nee, laat maar. Ik heb het zelf weer gehaald. In ieder geval, je kunt hier zien. Hier is een chest. Daar doe je bijvoorbeeld dit in. Nou, dat gebeurt. Deze geeft een stroomoutput. En deze repeater versterkt de stroomoutput. Wacht even. Even doen. Even 4 sync aan. Die versterkt het signaal naar 15 signaalsterkte. En wat dit doet, die zet de torch uit. En ik wou eens doen wanneer deze chest leeg is. Dus gaat met hoppers zo naar Minecraft met chest. Dan zet hij deze rails hier aan. Maar het probleem is de chest is gewoon leeg. Hij is nu leeg. Maar dan is deze heel goed als we daar gepowered. En dan zet je iets neer. En maak ik heb mijn chest neer, maar dan rijdt hij meteen weg. Dat is niet de bedoeling. Dus ik even nog iets uitvinden in mijn Creative Redstone World. Maar ja, dat komt allemaal wel. En ik heb voor mij hier geen Minecraft. Minecraft. Weet je wat? Ik ben lui om te lopen. Zoals je misschien nog niet weet, ik heb al een design voor de tunnel. Je kunt ook zien dat ik mee bezig ben geweest. En als je ziet nu in beeld, als ik het heb ingeëdit, hoe die eruit gaat zien. Dus ik ga even een rit nemen. Oh ja, ik wil twee dingen doen. Daar dus chest en daar dus vervoer vanzelf. Ik ga diep met kool en zo, maar niet zo geduld van de tunnel af. Nog geen belichting in gedaan. En het is echt heel dichtbij, want hier is het station al. Best wel dichtbij. Maar ja, wat ik vandaag wil van doen is het Redstone Lab. Ik heb in de comments gelezen dat iemand het wou. Nou, dat was ook zelf plan. Ik weet niet of ik heb gezegd in een van mijn filmpjes. Maar je weet, ik doe heel veel dingen in mijn Redstone Creative World. Dan test ik allemaal Redstone dingen. Oh, ik heb het ook gemonteerd. Ik weet niet of ik laat zien dit. Oh, ik wil ook laten zien. Maar dat doe ik, dan maak ik allemaal test ik dingen van zo. Maar ik vind het leuker als ik dingen test in deze wereld zelf. En dat jullie ook kunnen zien welke problemen ik tegenaan loop, hoe ik het allemaal oplos. Ik vind het leuk om dingen zelf uit te vinden. Even een slokje koffie nemen. Dat is echt lekker, dat. Fuck, slimes. Oké, dat zijn lekker veel. Gunpowder is best wel weinig. Maar ik ga binnenkort de farm een beetje aanpassen. En dat leg ik even uit hoe ik het ga doen. Want je weet, creepers branden niet in het daglicht. Dat lijkt me nogal obvious. Dat betekent logisch. En ik moet mijn boek even hebben. Ergens was wel. Je weet. Oké, er is helemaal niks hier. Op dit moment. Is hier leeg? Ja. Oké, ze vallen hier dus dood neer. Dat weet je.
Maar wat zo is, creepers geven veel meer met looting 3. Echt veel meer. En dat wil ik, want ik heb niks aan dit. Weet, arrows hoef ik niet. Ik heb twee infinity bogen. Ja, ik heb echt twee keer achter elkaar infinity. Echt ongelooflijk. Maar ja, als ik dus een soort zijgangetje maak. Dat alle zombies en skeletons en zo verbranden. En dat hun spul in de lava wordt gedumpt. En dat geven dat hier na een tijdje van 100 creepers zijn. Met looting 3 slicen. En dan heb je misschien wel 4 stack gunpowder. En dat is misschien iets minder manueel. Maar dan is het eigenlijk zo'n automatische creeper spawner als het ware. Ik heb nog wel ook wel. Ah, ik heb last van mijn stem een beetje. Wacht even. Oké, gaat wel een beetje beter nu. Nog steeds niet perfect. Want je weet, mijn stem. Ja, ik bouw hier iets. En ja, het wordt inderdaad een fake. Fake end. Lijkt wel een leuk idee. Daar heb ik heel veel TNT op gespeeld. Maar ja, wat ik dus al zeg. Ik heb laatst nog best wel over zitten te minen. Valt het heel erg op hiervan. Misschien wel een beetje. Nee, ik heb hem niet. Ja, dat zijn niet arme diamonds hoor. Ik heb veel meer in de ender chest. Maar ja, waar ik het redstone lab wil bouwen, is op het volgende plek. Wat zal hier achter zitten, mensen? Hey, dank je. Wat? Ja, ik ben even bij in MC Edit geweest. En wat dit moet voorstellen is zoiets geniaals. Je weet, hier heb ik de storage room, ik hier dus de gang. En hier komt die enorme hal met de tree farm. En misschien is het leuk om dat redstone lab uiteindelijk hier bovenop ergens te doen. Ja, dit is een kopie van mijn wereld. Maak je geen zorgen. Oh, awesome. Het volgens hoeft te werken. Maar zoiets dacht ik. En dan heb je hier. Dus het lab. Kun je hier dingen in bouwen? Of misschien toch. Hier. Als je niet weet wat het is, dus best dichtbij. Je hebt hier de trap van het gas naar boven. In het gedeelte van de cave. Oftewel de cave. Of de base in de vorm van een cave. Want dit is echt gewoon een cave. Je bouwt dit gangetje hier. En dit leidt weer zo naar de schapen van. Dus dit is allemaal nog de originele, oorspronkelijke cave. Zo zou ik ook beter moeten bewoorden. En dit gedeelte van mijn base is ook de base in de vorm van een cave. En dat is dus hier. Dacht ik misschien iets leuks zal zijn. Oké, laten we even iets gaan doen. Huh? Oh, cool. Ik heb een secret ding altijd. Yep, ik heb er even iets geplaatst. Even een pressure plate. Valt niet echt heel erg op. Maar je zag net wel dat ik even naar links keek. Ik wil even gaan iets harder doen. Nu zie je dat ook dus in beeld. Toch niet. Ik vertrouw het niet. Zit die schapen vaak boven? Oh nee. Oké. Wegwezen. Oké, mooi. In ieder geval, hier komt het Redstone Lab. Het is inderdaad het lab, want je zegt niet de laboratorium. Je zegt het laboratorium. Dus het Redstone Lab komt hier. Best wel vet. Best wel iron eventjes hier hakken. Oh yeah. Ik ga hier wat opruimen. Ik ga dit als materiaal gebruiken. Oh yeah. Nether quartz. Oh yeah. Awesome is dit. Ah, zo weinig. En nog heel veel glowstone. Oké. Huh. Au. Even kijken. Ah, nog meer. Echt heel, best wel te vinden, maar niet zoveel als ja, pyriet hebt in de nether bij Feed the Beast. Och, gaan we weer. Ja, ik heb heel weinig leven, want ik faalde net 4 keer achter elkaar met enderpearls gooien. En dan suffocate ik ook bijna. En daarna zit ik op hard speel. Is het, duurt het een tijdje voordat ik mijn levens terug heb. En de reden waarvoor ik, nu ik nether quartz aan het verzamelen ben, kunnen jullie zo zien. Ah. Ik heb het bijna blaas in. Ah, kijk, het is nog aardig veel. Ik heb ook glowstone meegenomen, want het was net zo'n grote veen
vlak boven lava. Ik dacht, die moet ik eventjes hebben. Dat is wat lastig om te pakken, maar ja. Het is me gelukt. Even omhoog. Hier. Oké. Ik ben echt blij dat Fortune hierop werkt. En als je niet wist, ik heb ergens maar in mijn... mijn heb ik nog ergens een stack van Block of Quartz liggen. Ik zal vandaag weer mijn wereld download updaten. Ik ga het nu wel minder vaak doen, denk ik. Om 3 of zo hebben, want het is nogal... Ik was niet heel veel tijd om te uploaden. Want mijn upload snel is aardig snel. Zo'n filmpje die ik op YouTube zet is een MOV codec. .mov is het, de bestand 27b. 30 fps, dat is goed genoeg. En de codec is H264. Is ongeveer meestal een half uur. En dat is ongeveer 1 tot 1,5 gig. En dat is binnen 10 tot een kwartier op YouTube. Dat is aardig snel. Werelddownload van mijn wereld is meestal 40 MB. Als het een zipfile is. Nou, 2 minuten. 20 minuten. Is het ook al op Mediafire. In ieder geval, dit is lekker veel quartz. Dat is mijn stack precies. Ik neem dit nog allemaal mee. En ik vraag me af, want je weet... Je hebt van deze twee blokken, als je het op elkaar zet, heb je zo'n... Dubbelstone slab, maar je hebt ook een smooth versie hiervan. En ik vraag me af of ze die ook morgen in het snap... Ah, kijk. Waarom zou je dit laten liggen hier? Waarom zou ik het laten liggen? En ik denk dat ze die ook binnenkort beschikbaar maken om te maken. Net als de smooth sandstone blok. Dat aan elke kant de bovenkant van de sandstone heeft. Net als smooth dubbelstone slab is een blok met alleen deze bovenkant aan elke kant. Dat echt een mooi blok is. En die kun je VTB's maken. En dat heb ik al wat gedaan. Ah. Kijk, dat is nou eens toevallig. Ah, zo mooi is quartz. Oh. Ze moeten best wel... Ik moet van mij als het mij ligt... moeten ze wat meer ores gaan toevoegen. Wat ik in ieder geval niet vind... Dat er nieuwe werelden bij moeten in Minecraft. Voor mij zijn dit genoeg werelden. Er hoeven nooit meer werelden bij. Tenzij er een heel goed idee voor is. Dat voor een nieuwe wereld... Het ook echt een doel. Ik bedoel, verder hoeft het voor mij niet een nieuwe wereld erbij. Meer een nieuwe dimensie. Maar ja, ik ga nog even verder hakken naar Netherrack. En dan zie ik jullie zo weer. Quartz, zie ik jullie zo weer. Oké, alles is met de vloer gelijk gemaakt. Het heeft wel een tijdje gekost. En maar nu heb ik ook heel veel. Wat is mijn geo ice kill? Opeens. In ieder geval, heel veel cobblestone hierbij. En ik denk dat ik gewoon dit als vloer wil. Gewoon alleen maar dit. Aangezien ik toch alleen maar dingen in ga bouwen. En laat ook weer gaan mollen. Want die ga ik natuurlijk in een base bouwen. Dus ik denk dat we het gewoon met zo'n vloer gaan. Met alleen maar... Dit is gewoon een beetje een neutrale vloer. Gewoon geen patroon erin. Dat wordt een beetje druk. Want ik ga toch helemaal vol bouwen. Dus dat doe ik dus eventjes. En als het klaar is... Dan zie ik je weer terug en dan gaan we wat nether quartz hakken. Oh yeah. Tijd om het licht te plaatsen. En volgens mij ook mezelf heel zacht. Ah, nu weet ik al hoe het komt. Ik heb gewoon mijn microfoon dat heel zacht staan. Ik heb wel op hoger zetten. Maar in ieder geval, de kamer is helemaal nu af, behalve de lichten. En je weet, ik ben heel erg OCD. Dat betekent, ik hou van symmetrie, ik hou van... Perfecte rechte muren, perfect en hetzelfde materiaal. En dat ben ik dus. En je kunt ook zien dat de lampen, die zijn op een bepaalde strategische manier geplaatst. Want de kamer is zo breed. 14 breed en 24 lang. En ik bereken dan precies. Als ik zoveel lampen heb. Nou, ik heb 14. Nou, dan doe ik eerst bijvoorbeeld... Nou, ik wil bijvoorbeeld 4 lampen erin hebben, minimaal. Aan de breedte. Nou... Doe ik 4 min 14, heb je 10 over. En dan die 4 lampen, er zit nog 5 gaten tussen. En dan is dat overgedeeld door 5. Nou, is dus zo. Dus dit is precies elke 2 tussen. En dan heb je dit 24. Dus heb je... Alleen probleem, daar kom je nooit uit. Dus wat ik dus uiteindelijk deed... Is dan doe ik het in een soort strategische manier. Dus hier 2, 2, 3, 4, 3, 2, 2. Dus dat is symmetrisch. En hier is het. Alle nether quartz. Het was echt zoveel.
En dit is wel een stuk of 2,5 stack. En ik denk dat ik makkelijk level 30 kom voordat ik het helemaal heb gehakt. Lijkt wel een beetje in mijn Vitamine-let's play een beetje piriet hakken. Want dat is ook zoveel. Daar heb ik zelf een apart gebouw voor gemaakt om dat op te slaan. Gewoon in blokken, omdat ik niet... Omdat als je het gaat hakken, krijg je heel veel XP ervan. Net als, nou, meer dan dit. Twee keer zoveel als dit. En dat is echt dat chill. En dan krijg je toch niet zin om te hakken. En ik dat XP overbodig vind. Oké, level 30. En ik gok ongeveer dat ik eruit 5,5 stack zou krijgen. En... ik ben benieuwd wat ik even kan enchanten. Even kijken. Ik denk een zwaard. Nee, dat zijn niet. Dat zijn sowieso. Dat zijn niet allemaal dames. Oh, ik heb echt heel weinig hout. En daar wil ik de volgende episode wat aan gaan doen, denk ik. Ik zie wel. En. Oké. En binnenkort de enchantment table komt uiteindelijk in dit gedeelte, in het woongedeelte. Met een huiskast komt ook de huiskamer en zo. En nee, ik heb nog steeds geen goede weg om dat gedeelte te komen. Ik ga denk ik proberen te zoeken naar een gedeelte wat mooi dat een gedeelte van de keten dat hier aan vast zit. Ik probeer een cave te zoeken hier ergens. Die mooi aan dit vast zit. In dit gedeelte. Dit gaat ook helemaal geras hier de grond. En de enchantment table, deze. Die gaat dus uiteindelijk weg. En die gaat dus naar het ene woongedeelte. Met huiskamer, slaapkamer. Enchantment table dus. Maar ja, laten we. Komt die. De. Wat? Smite 5? Kan je dat tegenwoordig krijgen? Oh, cool. Ik dacht dat je dat niet eens kon krijgen, Smite 5. Had ik eens even gedaan, ik ga even kijken. Oké, blijkbaar kan het dus wel. Dus ik heb een overpowered zwaard die in één hit skeletons, zombie villagers, zombies, withered skeletons en zombie pigmen killed. Heel veel zombies soorten. Maar ik ga het nog even verder hakken en daarna wil ik wat gaan inrichten in deze kamer. En dat is dan klaar. En wat heb ik? Nou, 4 stack. Dat lijkt me redelijk genoeg, 4 stack. En nu vraag je je af, waarom heb ik hier eigenlijk al mijn redstone meegenomen? Nou, daar heb ik een hele goede reden voor, want ik ga dit voortaan als mijn redstone storage gebruiken. En dit moet nog even worden gedicht hier. Komt later wel. Want ja, hier komt, dit is mijn redstone lab. Ziet er nog heel saai uit, dit. Heel precies. En die brightness vind ik echt een beetje te hoog staan. Is iets beter. Ziet er dus toch heel erg saai uit. Oh, het is echt te donker. Weet je. Who cares. Maar wat ik hier ook in ga doen. Ik ga hier dus ook niet op een chest storage doen. Maar de reden uiteindelijk. Wat ik heel een tijdje geleden zei. Voor mij dan een uur geleden. Want ja. Als een episode van mijn let's play. Een half uur duurt. Ben ik 2,5 uur lang bezig. Ja, yep, dat is waar. Nou, even als je op het neemt, ik maak er even een paar. Mits ik nog weet hoe je ze moet maken. Nee, die. Nee, dus niet zo. Oh, irritant craft systeem. Ik kijk even het recipe. Ik zat niet heel ver naast. Het is eigenlijk heel simpel. Moet ik even wat hout nog hebben. Oh, hier dan de schapen. Dus we zullen er inderdaad heel veel last van hebben. Tijdens het experimenteren hier. Zo vet als in Minecraft geluidsdichte muren kunnen worden gemaakt. Hey, dat is een goeie. Het is inderdaad bijna hetzelfde wat ik dus net had. Dus 1, 2, 1, 2, 1, 2, zo. Wat ik dus wil zeggen, ik moet eerst ook even een dropper maken. Daar heb ik hoppers voor nodig en hopelijk weet ik het recipe van. Voor mij is het gewoon heel simpel. Wat doe ik nou weer? Nope.
Nope. Ook niet. Ik kijk het ook heel eventjes. En natuurlijk, het is gewoon zo. Dat is heel logisch, want dat wist hij hoeft ook helemaal geen arrow. Geen. Blablabla. Dinges. Geen. Boot hebben. Geen boog. Dat was een moeilijk woord om eventjes te zeggen. Jongen. Maar ja, het bedoel van deze hele kamer dus is het experimenteren van redstone dingen. En aangezien ik nogal een redstone fan ben, is het als iets perfecte kamer voor mij om mijn dingen te testen. Maar wat ik even wil laten zien is, ik heb hier een dropper. En die ga ik dus op kamer gebruiken om dit ding, zulke dingen te testen. En dit. Tadaa. En wat ik dan wil gaan doen, moet ik even wat dingetjes pakken. Zo, die heb ik allemaal niet nodig in deze kamer, want de kamer is Mob Friday, moet even nog dicht worden gemaakt. En hier komt een fancy deur of zo. Want de ingang komt wel aan die kant, dat lijkt me wel zo handig. En ik ga straks nog decoreren. En ik check even mijn recording tijd. 21 minuten, dat lijkt me wel bijna goed voor een episode. Wat ik dus wil gaan doen, eventjes. Dus de muur dan. Oh ja, natuurlijk. Even andersom. Even. Dit. Nope. Oh wow, dat werkt wel. What? You serious? Oh. Dus dit. Oh cool. Dus het is zo compact kan het. Hou die weg. Daar gebeurt niks. Doe de compare andersom. Helemaal niks. Dat is natuurlijk logisch. Maar wow. Zo. Oh. Baas. Nu nog wat dit ga ik dus in doen. Ga ik hier dus redstone dus bijvoorbeeld in doen. En dan komt nu de rest van pas. Als ik bijvoorbeeld hier een hopper even boven zet. En. Even daarin. Dus heb ik hier een hopper boven. En daarboven weer een chest. En daarboven weer een hopper, daarboven weer een chest. Nou, dan kan ik het heel makkelijk. Dan doe ik eventjes redstone pakken. Dat lijkt me genoeg. Dus doe ik hier dus wat in. Zo wil ik de redstone storage hebben. Zo. Even dit breken. Dan komt hier een hele voorraad in. Die gaat natuurlijk allemaal de drop hierin, maar die vult dit niet. Maar ik wil wat redstone hebben. En die vult zichzelf natuurlijk weer helemaal op. En dat ben ik dus van plan hier. En het is echt compact. Oké, het is geen houtblok meer. Mooi. Dus dat wil ik zo even gaan inbouwen. Maar dan ga ik dat even allemaal off-cam doen. Want ik vind het wel genoeg geweest voor deze episode. Ik ga dan zo even kijken of iemand deze super, super, super kleine rapid dispenser af kunnen ontdekken. Ik hoop het niet, want ik kijk op YouTube op mijn redstone kanaal. En dan veel views krijgen. En dan innovatief zijn. En dat is awesome. Maar ja, ik ga dat hele systeem ga ik waarschijnlijk aan deze kant inbouwen. Aangezien dat het de meest logische kant is. Dat is meestal bij de deur. Ga ik hem hier inbouwen met item frames erop. Ik ga volgende week iets anders doen. Ik heb nog geen flauw idee. Dus laat suggesties daarvoor achter. Volgende week. Ik zeg over 2-3 dagen ga ik weer opnemen. Dit is al bijna op dinsdag opgenomen. Ik doe meestal een dag van tevoren. Ik ga hier dan een deur voor bedenken. Een helft van de episode. Een andere helft gaan we dus iets anders doen. En als ik even zo zit te twijfelen. Dan wordt dat waarschijnlijk iets met een tree farm. Een automatische tree farm. En die wordt dan waarschijnlijk. Er moet een hoog gedeelte zijn. Hier niet. Want tot en met daar station. Dus dat kan hier. Weet je wat? Volgende week in deze cirkel hier zo.
Dat is dus ongeveer hier. Gaan we een automatische bomenvorm maken. En dat is die ene van Cube Hamster of die van Codecrafted. En hoe die werkt. Je plaatst een sapling. Je geeft allemaal boommeel. Wat tegenwoordig veel meer moet worden gegeven aan boommeel. Ik heb toch genoeg bones. Wat er dan gebeurt. De boom groeit. Het apparaat detecteert dat. Dat is een mooi woord vind ik. Wat dan gebeurt is. Pistons duwen de hele boom omhoog. En die verzamelen het in een enorme opslagruimte. En pistons kunnen 12 blokken duwen. Dus die hele, als, totaal kan het hele blok 12 en 12 en 12 worden. Wat 12 tot de derde is. En kan ik even kijken hoeveel logs dat zijn. Dus 144 keer 12. Verkeerd, dat is 1782 logs. 1728 gedeeld door 64. Er zijn 27 stack logs kun je totaal hebben. Dat is wel even snel berekend. 108 stack planks. Als je hem helemaal hebt gevuld, maar dat duurt heel lang. En de saplings worden automatisch gemold door pistons. Want dat kan. Net als voor andere blokken. Je kan mollen door pistons. Dat is eigenlijk heel weinig. Maar ja, in ieder geval. En dan droppen de saplings. En dat is heel baas. Maar ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.